Hallo, ik ben Wesser en welkom terug bij Hearthstone The Blackrock Mountain Adventure. Laatst zei heel veel draaien, sorry daarvoor. Maar we gaan nu met de Malfurion, met de Druids, met Malfurion Stormrage tegen Rend Blackhands. Ik ben benieuwd. Nou, laat maar hoor. Ga maar lekker laden. Corrupting good guys. Yes, here we go. Malfurion versus Rend Blackhand. Whoosh! I must protect the wild. Nee. Nee. Ik zie hier nu. Oh. 25 frames per seconde. Af en toe is dat laag gegaan. Dus ik ga even de dingen die ik denk. Even this orc knows you're doing it wrong! Of niet? Nee, zeg niks. Dragon Egg. Panther time in the shade. Ik vind het niet leuk om weer tegen Rand te moeten. Ik ben een tijdje uit geweest en nu moet ik gelijk tegen Rand. Maar ja, is handig. Gewoon lekker zo. Leave me alone. Ja, dit had ik al verwacht. Mijn schild voor Argus. Jij gaan we lekker voor zijn gezicht. Ja. Twilight Drake. Eigenlijk was het misschien niet zo handig voor mij. Nu ik er zo over na zit denken, maar dat geeft niet. Nou, oké. Dan gaan we natuurlijk voor Bane & Flames. En deze weer. We moeten wat minions op het bord hebben. Minions. Oh jee. Deze man. I've got the beast in my sight. Oef. Ja. Oh. Ik weet niet of dat nou het handigste was. Doe maar. Sorry hoor. Die moet gewoon even.
Rampage! Oké, lastig. Oh. En zijn volgende hero power is Geith. Kop, hè. Moet hem toch kunnen verslaan. Pies. Normaal versla je iemand in één keer met zo'n deck. Oh. Nou. Ja, ik ben dood. Verdee. Oh, joh. Nou. Dat is de eerste keer dat met een klasje zijn verloren heeft. Het verdee. Ik heb volgens mij net niet de goede kaarten te pakken elke keer. Nou, gaan we het nog maar eens proberen. Ik heb wel een glaasje water. Ik heb net even gesport. Ik ben een beetje moe. Maar ja. Rend Blackhand. I must protect the wild. Ja. Precies. Ja, dit. Ja. Mie. Hij zei echt zo, joe! Ja, hup, big game natuurlijk. Kan niet, alleen 7 attack of meer, hè. Ik kan beginnen we al precies hetzelfde als net. En weer precies hetzelfde. Hartstikke grappig dit. Oeh, Dark Whispers. Gaan we lekker met die 5 Wisps, heerlijk. Pattig in de vlammen. Hij heeft wel zijn bord vol met allemaal low attack minions. Minions. Dat vind ik dan wel weer leuk, hè? Yahoo! Hij gaat zijn wisps aanvallen. Lala. Oh, dit is handig. Ja, gewoon voor die welps, denk ik. Of niet? Nee, nee. Er is eentje rood, maar we gaan gewoon lekker voor zijn gezicht. Oeh. Schitterend! Nou, dat is minder. Oh! Vreselijk! Vreselijk. Nou, die kunnen we gewoon even uitschakelen met zo'n wisp. Wisp. Wegwezen. Doe ik even dit. Azure Drake. Kijk wat we doen. Kiek! Nou, als dat niet mooi is. Kiek! Oké. Wat doet hij nou precies? Ah! Wat doet hij dan? Game?
Ja, maar het... Oh, als mijn opponent, oké. Okay. Dat is de opponent. Nou, ik heb hem. Het zal tijd worden. Dag, hé. Nou. De Volcanic Lumberer. Daar ben ik best blij mee eigenlijk. Ja, zeker een goede kaart om te hebben. Ja. Maar goed. Dat betekent... We hebben de class changes nu gehad. Dat betekent dat ik weer ga sparen. Wel, die hebben heel goud. Dat betekent dat ik weer ga sparen voor de Blackwing Lair. Ja, dat is weer gewoon 700 goud. Dus ja, daar zou ik voor even voor moeten sparen. Maar goed, beste mensen, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe je duimpje omhoog als je het leuk vond. En abonneer op Swipmans, Dynamans, Mindmans en Just Swipmans als je nog niet geabonneerd was. Dan zie ik jullie dolgraag de volgende keer weer terug. Tot de volgende keer. Doei!